Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over het noorden van het land, maar die maken snel plaats voor de zon. En de wolken ten zuiden van Nederland drijven maar langzaam onze kant op. Dat betekent vanochtend op veel plaatsen de zon en temperaturen van 9 tot 14 graden. De temperatuur loopt in de loop van de dag uiteindelijk op. En we bereiken vanmiddag maximumwaarden tussen de 15 en lokaal misschien 20 graden in het zuidoosten. Veel zon met van het zuidwesten uit wel toenemende sluierbewolking, een zwakke tot matige Zuidoostenwind daarbij. Vanavond verandert er niet veel, waren het niet dat de bewolking zich geleidelijk over het land gaat uitbreiden, maar het blijft gewoon droog en de temperaturen liggen vanavond tussen de 10 en 13 graden. Morgen is er tamelijk veel bewolking en valt af en toe wat lichte regen, maar het zijn geen grote hoeveelheden, en het wordt desondanks wel 15 tot 17 graden. De wind blijft uit het zuiden tot zuidoosten waaien, maar later op de dag wordt de wind even zuidwest. Donderdag weer een zuidelijke wind, meest droog met geregeld zon erbij. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de vrijdag en de zaterdag. Het blijft op deze dagen overwegend droog met temperaturen die in het algemeen rond 15 graden uitkomen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.